Nadat Surinaamse artiesten vanmorgen bij TBL hebben geprotesteerd tegen de verscherpte COVID-19 maatregelen, is er in de middag een akkoord bereikt met de regering. Dat zegt Brian Munslag, voorzitter van het platform ter bevordering van entertainment, cultuur en kunst in Suriname, op een persconferentie in de congreszaal. Er is overeengekomen dat de entertainmentorganisaties door kunnen gaan met hun geplande activiteiten, mits ze toestemming hebben van het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie zal er streng op toezien dat de COVID-19-protocollen strikt worden opgevolgd. We hebben heel lang gediscussieerd hierover vanmorgen en hoe we dat zouden kunnen doen. En de nadruk ligt natuurlijk op, en dat hebben we dus ook aangegeven aan de minister en aan de leden van het kabinet. Verluister, controle is voor ons ontzettend belangrijk. Twee is, geef het volk niet het idee dat er willekeur plaatsvindt met betrekking tot activiteiten. Dus om in herhaling te treden, als er dus organisatoren zijn die al activiteiten hebben gepland of die dat willen plannen, moet toestemming gevraagd worden aan het ministerie van Volksgezondheid. Voorheen moet ik toch wel aangeven dus dat er wat ruis was met betrekking tot de informatie. Waar zou je de toestemming moeten vragen? Moet het bij de DC, moet het bij het COVID management team, etcetera. Maar nu is het dus duidelijk dat het aangevraagd moet worden bij het ministerie van Volksgezondheid. De regering heeft inmiddels ook overleg gevoerd met andere actoren, zoals de districtscommissarissen en het ministerie van Defensie. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat er alles aan gedaan zal worden om de burgerij te motiveren zichzelf te beschermen. We hebben vanmorgen inderdaad een overlegmoment gehad met de diverse districtscommissarissen, het Nationaal Leger, de vertegenwoordigers van Justitie en Politie en de ministers van Defensie en mijn persoon. We hebben daarbij van gedachten gewisseld. Er waren wat instructies die wij vanuit de regering moesten geven aan de districtscommissarissen. Maar meer nog was het een heel goed overleg, omdat wij van de DC zelf hebben mogen vernemen welke praktische problemen zij ervaren. En waarbij er ook afspraken zijn gemaakt dat er een goede terugkoppeling moet zijn, zowel vanuit de operatie zelf, dus vanuit het veld waar de DC's persoonlijk bezig mee zijn, naar de autoriteiten, dus de regering toe. En omgekeerd dat dat ook op tijd vanuit de regering naar de DC's en op de juiste manier worden terug gecommuniceerd. Tot zover minister Umar Ramadien van Volksgezondheid vanmiddag op een persconferentie in de congreshaal. De regering en de artiesten hebben een akkoord bereikt met betrekking tot geplande entertainmentactiviteiten.